Vandaag in jouw stad Patrick Marcelino. Hij komt uit Rotterdam en vertrekt binnenkort naar New York om daar modellenwerk te doen. Hij heeft ook zijn eigen t-shirtlijn, Abioye. Hoe gaat het daarmee? Ja, kledinglijn. Ja. Kledinglijn? Kledinglijn, Abioye. Abioye. Ja, gaat goed, gaat supergoed. En we gaan het echt ook naar een next level brengen. Binnenkort komt de nieuwe collectie uit. We zitten nu nog te wachten op de samples die helemaal gereed zijn en klaar zijn. En als die juist en goedgekeurd zijn, dan gaan we in productie. Dus ja. Dan komt de eerste mannenlijn en vrouwenlijn komt uit. Webshop gaat tegelijkertijd online. Dus voor alle mensen die al die tijd hebben zitten wachten, I'm sorry, maar we waren een beetje te enthousiast aan het begin. Dat kan, weet je, het is de eerste onderneming. Dan gebeurt het wel eens, maar ja, binnenkort gaat het de lucht in. En natuurlijk in New York ga ik het ook proberen aan de man te brengen bij verschillende winkels. Want je gaat daar onder andere voor jezelf, voor je eigen kledinglijn en ook voor je modellenwerk. Dus je gaat gewoon, want hoe lang blijf je daar? I ain't coming back. Nee, je gaat gewoon echt. I ain't coming back. En wat is je planning dan? Nou, in de eerste 3 maanden, want ik heb alleen een toeristenvisum op dit moment. Dus zorgen dat ik mijn contract binnenhaal bij agency. Ik ben door een aantal agencies gevraagd om langs te komen. Die willen mij gewoon checken. Van, joh, kunnen we met jou werken, ja of nee? En als ik een contract binnen heb, dan kan ik voor een werkvisum gaan. Dan moet ik eerst weer het land uit. Dan ga ik naar Guadeloupe of Sint Lucia. Een van de twee in de Caribbean. Daar werken. Waarschijnlijk wordt het Guadeloupe, omdat dat Frankrijk is en daar mag je gewoon legaal werken. En daar vraag ik dan ook mijn werkvisum aan. Omdat je in het buitenland moet zijn om je werkvisum aan te vragen. En als ik die heb, dan ga ik weer terug. En dan gaan we de modellencarrière vervolgen. Mm-hmm. Dus dat is na 3 maanden, zeg maar. Dus de eerste komende 3 maanden ben ik zeker in New York. En dan gaan we even weg. En dan komen we weer terug. En de mensen die horen jouw stem nu, maar ze zien jou niet. Misschien anders dan moeten ze even foto's van je checken. Maar jij hebt Rasta. Is dat iets, zeg maar, wat lastiger is voor een model? Ik weet niet, ik geloof daar niet in. Ik geloof daar niet in dat het lastiger is. Ik bedoel, ik ben altijd mezelf gebleven. Ik heb nooit mijn dress geknipt, omdat dat een soort van standaard look is. Weet je, gasten met kort haar en dat soort dingen. En ik ben altijd mezelf gebleven. En dingen komen alsnog op me af. Ik geloof er gewoon in. En ja... Ik zie het nu gebeuren, weet je. Ja. En de Amsterdam Fashion Week heb je al gelopen. New York heeft ook een eigen Fashion Week. Sta je daar al? Of is... Ja. Wat is dus wat je gaat doen? Ik loop de 15e. Loop ik op de New York Fashion Week. Main show voor House of Bifield. En ja, dat is gewoon dat is crème de la crème. Dat is de Olympische Spelen van de runway. Ja, modellen... modellenshows, de catwalk. Ja, en als je zou moeten kiezen, hè? Dus tussen bijvoorbeeld een succesvolle kledinglijn in het buitenland, want je zit ook al in Parijs, in Rotterdam toch ook? Ja, nee, we gaan op het moment dat de collectie uitkomt, dan hebben we al een aantal verkoopadressen in Parijs, São Paulo, Brazilië, Guadeloupe en nu ben ik dus aan het strijden voor New York. Oké. En als je zou mogen kiezen, of moeten kiezen tussen een succesvolle kledinglijn of succesvol als model, wat wordt het dan? Succesvolle kledinglijn. Ja, ja, zeker weten. Kleding is forever, weet je. En ik blijf niet voor altijd jong. Dus ja. Oké. Wanneer vertrek je? De 13e. Okay. Ja, de 12e ga ik naar Brussel. Blijf ik daar overnachten en dan de 13e in de ochtend dan vertrekt het vliegtuig. Vanuit Brussel. Ik ga je heel veel succes wensen. Laat even weten hoe het allemaal gaat daar. Ja, nee, sowieso. Ik keep je posted. Ja. Ik hou iedereen posted, sowieso. En dan nog even iets anders, want naast dat je dus model bent en je hebt je eigen kledinglijn, maak je soms zo heel af en toe ook nog eens muziek. Ja. We begonnen allemaal met reggae muziek maken met de band Forkest Ja Rain. Dat zullen veel mensen wel kennen. En daarnaast maak ik met heel veel gasten ook nog... maakten we gewoon verschillende soorten rap tracks en dat soort dingen. Roy Sains, Brantley, Black Vulture, noem maar op, straatsterren. En nu heb ik ook een track voor mezelf opgenomen. Ik heb hem gisteren opgenomen. En vandaag met Booba Dolla hebben we daar een clip bij geschoten waarvan ik de ene helft in Nederland ga schieten en de andere helft in New York. Dus de track heet Twee kleuren, één strijd. En dit is mijn eerste Nederlandse rap track. Dus Oké, nou we gaan hem checken dan. We gaan hem checken. Is cool. Moons the Magician on the beat. Matt's Production Studio. Thank you for having me here. Visualized by Booba Dolla. Yeah. Haha. See you, man. On the one take, dude. Yeah. One take. Yeah. One take. What? Come on. Yeah. Ik ben geen gentleman at all. Evolutie maar een rood, zwart, groen, stand strong, fella cootie. Support de revolutie, het systeem, nee die klopt niet. Kitty Kotti, ik snap de woede van die broeder Potty. Er is een kookpunt en een punt van barsten. Probeer mijn brains te upgraden, niet te belasten, belasting. Vaste lasten maandelijks, dagelijks, jaarlijks. Na tijden lang ondraaglijk. De dagelijkse klachten, valse hoge machten. Zullen never nooit open, oma's pijn verzachten. Was te verwachten, Amina trust them, kennis opgedaan. A monetary system, systematisch, automatisch, machinaal, illuminati. Destructieve visie, geen religie, opgegeven hoop, yes massaal aan de doop. De zogenaamde medicine, de afbraak van je melanin. Ze willen de controle over lichaam zonder soul, een aim zonder goal. Ik pas niet in dat rijtje, connect met mama aarde, zonder schoen, zonder soul. Stel prioriteit om mijn plan te vermijden, maar dank ja voor de feiten, dat ik de zon weer mag zien schijnen. En de nacht safe mocht vermijden. Ik ben hier om de stilte te vervangen voor mijn wijsheid. Bewustmaking van de zogenaamde vrijheid. The weakness of the melanatis. Dit ja, dit is pas een eenheid. Black and white levert één strijd. Samen uit, samen thuis. Goedemorgen, goede oogst. Mentale kaping geeft me goede hoop. Ik uit mijn woede, want ik zit weer brood zonder brood. Open-minded visie over hoe de toekomst loopt. Alleen staan kunnen we zo weinig. Samen staan we vol met kracht, vol met kracht. Alleen staan kunnen we zo weinig. Samen staan we vol met kracht, vol met kracht. Yes, salam alaikum, alaikum salam. Hey, tijden liep ik achter, nu sta ik vooraan. Naar de top was de Eifel, zat in een twijfel. Moet ik nou wel of niet in het Nederlands gaan schrijven? Ben ik dit? Akwasi wenste me succes. Well intended, he said, go get it. Tijdens het schrijven niet op zoek naar geile wijven, maar naar broeders en zusters om een volk weer te uniten. Neem een stap van de tree op de piramide. Hang een lapje voor het oog, geef de moederliefde. Als de zon weer opkomt, de melanin. Als de melanin weer door je aders pompt. Wees als de kleur van je huid, dat gaat niet. Als je niet weet wat zich daarachter verschuilt. Nee, wees als de kleur van je huid, dat gaat niet. Als je niet weet wat zich daarachter verschuilt. Noem het melanin, zand voor, start de motor. Forst de pijnappelklier. We sprenkelen met foto's terug naar de tijden van het oosten. Hier echt een gouden titanen. Geen enkel wordt gelogen. Het zit hem in je kleur en je code. Ik kijk naar Booba, de sterren staan goed. Hey, we zijn hier op die African Ocean. Mental slavery, nee wel over oceans. Welkom Abioye tot de broeders in Soweto. Waar ze zingen kill the boel en Congo naar Coretta. Yo, melanin. Yo, 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 yo. Het geeft ons vrijheid, wijsheid. Spiritualiteit en alle tijden atletisch. Ook in de tijden van mijn kleine zag ik dat ze naar me bleven kijken. Van schrik, al denkend hoe kan de zijne nou eerder lopen dan de mijne dan. Ik schreeuw ze, dat is de melanin. People know your history man, from the root till the end.